Met de overhandiging van de stadsleutels is vanochtend het carnaval in Weesp officieel van start gegaan. Jeugdprinses Melanie de Eerste en stadsprins René de Eerste kregen om precies 11:50 door burgemeester Horseling de sleutels overhandigd op het stadhuis. Steen Dingel zijn. Burgemeester Charles Taalgeven. Prins René de Eerste wil een stapje naar voren doen. Ja, dan moet je toch af, hè? Ja, dat zou ik doen. Goed, ik draag dus dit weekend het gezag over. Ik ga het van nemen dit weekend. Dus als u gepiept wordt, weet u geen alcohol dit weekend. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.